Ik verdedig mensen die onder het goed willen kopen of willen verkopen. Dat zijn mensen die over heel grote fortuinen beschikken. Mensen die duur speelgoed aanschaffen. Mij verbaast het nog altijd dat mensen altijd grotere en grotere dingen moeten kopen terwijl ze het niet nodig hebben. Welcome to the world of Object X. A world of exclusive real estate, where money is not an issue. Unique objects, where doors normally remain closed. But not for Ignace Meerwissen. Welkom. He has access to this hidden world of wealthy people. Hoe is het? Het is helemaal leuk de kijker mee te nemen in deze wereld. Achter de schermen te laten kijken, hoe mensen denken. De kijker heel dicht bij eigenaars te brengen. Dat heeft de kijker nooit gezien. In the lagoon of Venice, Ignace meets the owner of the island, Santa Cristina. The island has a total surface of 30 hectares. This is the villa. An island which is all about tranquility, simplicity and breathtaking nature. Je hoort de natuur hier ademen. This villa, near Amsterdam, is secured with the most modern techniques. Haar verkoopwaarde is het de Benelux duurste huis, ja. Once you're inside, you'll discover mainly comfort with an absolute highlight. An entire floor furnished as a wellness area. Ik hoop dat de nieuwe bewoners uiteindelijk net zoveel plezier en liefde vanuit het huis krijgen als dat wij altijd hebben gekregen. Ignace is invited to Tina and Mark, who've created their own dream world in the south of France. De eigenaars, die hebben dat gebouwd met vol passie. Dat moet je echt zien met je eigen ogen. A dilapidated village was transformed into a luxury resort. Het dorp nieuw leven inblazen. Dat was de hoofdzaak. And a private vineyard became reality. We hebben alles om topweer te maken. The successful entrepreneur Johan lives in a country house close to Antwerp, surrounded by no less than 9 hectares of garden. Dat is groot, dat is heel groot. Het ontwerp is gemaakt nog door de heer Wiertz zelf, Jack Wiertz. Die tuin die is ontworpen en aangelegd. Dat is echt heel uniek hier. Ik heb het eerste project gekregen van George Armani. Hij heeft me de kans gegeven om te verkopen, de appartementen. En de eerste cliënt die ik had, dat was iemand, een industrieel, een oligarch. Ignace has been engaged in the sale of exclusive objects for years. Together with his wife, he has built up an extensive network in countries such as Russia, China or Kazakhstan. But he wouldn't call himself a real estate agent. Ik werk proactief. En een makelaar bijvoorbeeld, die zetten we met alle objecten op zijn website en die wacht tot ze hem bellen. Dus ik ga naar de cliënt. Dat maakt het wel uniek. Speciaal is dan gekoppeld aan heel grote bedragen. Amounts like this of objects that never appear on the public market or can't be found on the internet. Ignace, however, has developed a very personal way of getting potential buyers interested. Laten we zeggen iemand uit Kazachstan. Die zou graag een object willen kopen in Amsterdam. Die zal zich heus niet verplaatsen om naar Amsterdam te komen. Helemaal niet. A tailor-made photobook that should entice potential clients to view and ultimately purchase the house. Iets dat van de moment dat men een goede presentatie geeft aan de cliënt, dat blijft gewoon hangen. Dus mijn vrouw Naomi, zij doet de staging voor de objecten. En respectant toujours le style. Je doit respecter le concept. En fait, quand on a par exemple un manoir, il faut respecter le style du manoir. Quand on a un style d'un château, il faut respecter le style du château. Et on travaille avec. Belangrijk is tot die staging, tot dat gebeurt, eveneens uit het hart, vol passie. En dat wat gekenmerkt in de foto's. Can I see it again, please? En daar werken ze met een heel team. Ook die fotografen willen gewoon iets moois doen. Die willen emotie verkopen. Dus van het moment dat de foto's klaar zijn, dan gaan we kijken hoe gaan we die communiceren. Dus hoe origineler wij het communicatietool maken, hoe langer het in het oog zal blijven van de potentiële cliënt. Once the deal is done, Ignace is far from finished. De meeste objecten die aangekocht worden voor mijn klanten, daar wordt meestal al een interieur eruit gehaald, alles.
Al alles wat van bekende mensen, maar alles uit. En we begint helemaal opnieuw. The interior is not just a matter of taste. Its custom work must match the client's wishes perfectly. Somebody who knows that better than anyone else lives here, in this beautiful chateau. We zijn hier op Kasteel van Schavenwezel. Het is ook het huis waar ik woon, waar ik echt verliefd op ben. En uiteindelijk is het nog altijd mijn lievelingsplek op de wereld. The resident is art lover Axel Vervoort, who has already lived in this beautiful place, together with his wife May, for 40 years. Surrounded by an exclusive antique collection, he runs the family business with his two sons. Hier zit jouw hart wel een beetje, hè? Ja, maar alles wat ik doe, dat is uit het mijn hart. Of het nu van de klant is, van mezelf. Maar wat er absoluut in algemeen aanwezig is, dat het gaat altijd over positieve energie. Ja. Bieden thuis richten is misschien maar 5 of 10% van mijn beroep. Hè? Dus ik wil juist huizen inrichten dat heel harmonisch zijn met de mensen die er wonen. Harmonisch met de natuur waar ze mee omringd zijn. Het is een zoektocht naar harmonie. Het is nooit een zoektocht naar esthetiek. De muren hier hebben we geschilderd met de eigen aarde van het kasteel. Dus we hebben eigenlijk een laag bruine aarde en daaronder een laag heel gele aarde. Axel, maar die technieken? Die heb ik zelf mee op punt gezet, ja. Axel heeft ook iets nieuws gecreëerd wat er niet bestond. De verf, hoe men een bepaalde verfsoorten creëert, waar heel veel mensen hem gaan kopiëren zijn. Dus ik vind het belangrijk, heel het huis, je zult zien, er staan overal takken. En ik vind het ook heel boeiend van zelf die takken te plukken. Een huis waar geen goede takken staan en geen mooie bloemen, dat is een doodhuis. Dit noemen wij de muziekkamer, want muziek is wel heel belangrijk in mijn leven. Dus. Jij durft ook iets met interieurs. Ik vind dat wel plezant, hè? Als je het kasteel rondloopt, dan zie je dat er verschillende stijlen zijn. Mijn bureau is veel meer Engels van sfeer en veel meer gesofisticeerd met autoschilderijen. Het is niet omdat ik van hedendaags hou dat ik niet meer van oud hou. Bijvoorbeeld die oude Venetiaanse stoelen die hier staan. Dat vind ik bijna abstracte kunst gemaakt door de tijd. Ik vind dat schoon. Ja. Daar moet je ook niet aankomen. Hè? Nee, exact. Dat moet je zo laten. Ja. Hij houdt van oude dingen terug tot leven te brengen. En het mooie is, het moet niet altijd gaan om dure objecten. Nee, helemaal niet. Axel kan er wel mooie stoelen, kan daar iets prachtig van maken en een mooi verhaal mee maken. En vakman. En hier is de bibliotheekkamer. Als we het kasteel kochten, was dit een heel stijve eetkamer. En ik heb altijd heel mijn leven gedroomd van een bibliotheek. Het is misschien ook wel de meest gebruikte kamer van het huis. Het is een echte thuis, hè? We kunnen hier echt een thuis, hè? Ja. Hier is een kleine eetkamer. Dat is een collectie Ming-porselein. De zandporselein is tussen 1590 en 1620. Ja. Ik ben er verliefd op geworden en ben daar toen allemaal in opkopen. Ja. Het past hier ook echt, hè? Ja. Ik ben echt begonnen als verzamelaar, als iemand die kunst begrijpt, altijd omringd bent van kunstenaars, ook aanvoelt hoe belangrijk dat kunst internationaal wordt 10, 20 jaar daarna. Dat heb ik gehad met Fontana, met Chirac, met heel de Goethe-beweging. Dus kunst is absoluut het grootste deel van mijn beroep. Ik heb ook heel graag dat die belangrijke kunstwerken op een heel normale manier in huis staan. Juist niet zoals in een museum, met al de spots erop en alleen. Dus ik wil eigenlijk echt, voor mij is het heel belangrijk om te leven met kunst. Als ik een reportage heb of een pers, dan doe ik dat wel hier. Het is misschien wel de kamer die het meest mijn eigen stijl is. Ja. Dus maar het geeft een bepaalde, ik merk hier in je huis, het is een rust, hè? Ja. De rust is heel belangrijk, ja. Een echt typische nieuwe rijke klant die alles goud en glitter wil en laat zien dat hij nu veel geld heeft, die vindt het hier niks mooi. Zijn cliënteel is gelijk bij mij niet gekend, maar in de middens weet men wel wie zijn cliënteel is. We hebben een enorme variatie van klanten hebben. Van de toprijkste van de wereld tot kunstenaars, tot mensen die moeten oppassen wat ze uitgeven. Maar uiteindelijk vind ik die allemaal even boeiend. Zo
gepassioneerd met zijn vak bezig, wat ik nooit in mijn leven gezien heb. Ik sta altijd open. Ik wil altijd leren. Ik wil elke dag opnieuw beginnen. Als ik dan terugkijk, zie ik wel dat er een lijn zit. En als je dan merkt dat een ingenieur-designer echt uit zijn hart spreekt, dan kun je dat gaan koppelen aan de cliënt. En dan kun je wel wat gaan betekenen. If the house has been furnished to the new owner's taste, they'll make an entry in their new home. These wealthy people are often given a helping hand by specialists who receive their exclusive training here. Een groot object van 500 tot 1000 vierkante meter, wat mensen ook willen kopen, dat heeft gewoon personeel nodig. En dat gaat van een PA naar een privébewaking, naar een chauffeur toe, naar een butler. Als wij butlers nodig hebben, dan werken enkele scholen, enkele agencies. En een van de butlerscholen is van Vincent Vermeulen, dat is een goede relatie mee in België. Ze beschikken over een ontzettende reputatie. Om een student op niveau te kunnen krijgen, dan moeten we die onderdompelen in de cultuur van de butler. We gaan starten vandaag met de line-up. Als ik zeg line-up, dan staat u gelijk dit. En dat is hetgene wat een stukje onze school speciaal maakt, is dat werk en studie real life gecombineerd wordt. Dus elke morgen de hoofdbutler van het huis gaat eigenlijk het personeel gaan inspecteren, vestimentair op kledij, als iedereen proper is, iedereen mooi gekleed, volgens dat het hoort. En er worden bepaalde zaken meegedeeld. Het weer, het nieuws en dan ook de joke of the day. Dus we zijn geen saaie butlers natuurlijk, we zijn 2020, dus het moet leuk blijven. De studenten komen aan op een zondagavond, hun kamer wordt toegewezen, ze krijgen een rondleiding in het huis. De studenten wonen hier, ze studeren hier. Het is alsof ze onmiddellijk beginnen te werken als butler in een echt huishouden waar ze zouden inwonen. Ik ga je eerst een keer tonen hoe we een strik maken bij iemand anders. Voilà. The three students go through 8 intensive weeks here and learn to deal with everyday situations in a non-everyday world. You'll mainly be trained as a modern butler. Traditionele van vroeger is weggaan, waar men zit in een pinguïn kostuum, dat is helemaal weg. We moeten ook van veel meer markten thuis zijn. De technologie die in de laatste 20, 30 jaar in huishoudens zich ontwikkelt, dat hadden we natuurlijk vroeger niet. Slimme huizen, slimme wagens, GPS, noem maar op. We moeten van alles op de hoogte zijn. Dus de butlers leven toch wel in een wereld die heel snel verandert en we moeten mee. Er is een truc, puntje naar boven, erin, halve draai en het zit vast. En dan kan je gewoon gemakkelijk indraaien. Hè. En dan haal je je kurk er zachtjes uit. En dan vanuit het mandje, eerst en vooral, gaan we de wijn proeven. Ja. Voilà. De waarde van wijn en ook binnen het huishouden. Tijdens het diner is het zeer belangrijk. Het is een gespreksonderwerp. Dus de butler moet wel op de hoogte zijn van wat er met de wijn gebeurt enzovoort. Lukt het? Ja. Kijk, puntje naar boven. Inzetten, halve draai. 95% van onze studenten komen terecht bij private families. En duwen, hè? Kracht gebruiken. Hè? De overige 5% kan in commerciële omgevingen komen, zoals cruise lines of hotels. Dat zijn zeer bekende, minder bekende en onbekende mensen waar onze butlers terechtkomen. Maar altijd maar met één doel. En dat is om meneer en mevrouw tijd terug te geven. Want de klanten waar wij voor werken, mensen die hard gewerkt hebben voor hun centen, kunnen één ding nooit kopen. En dat is tijd. Strakker. Ziet u? Je ziet mooi het hoekje van boven. Je moet hier je hand tegen je hoek zetten. Als butler heb je een housekeeper ter beschikking in het huis die deze taken doet. Meestal. Hè? Maar het is aan ons wel om de standaard te zetten en om de housekeeper ervoor op te leiden dat het elke dag zo is en niet anders. U mag niet vergeten, als butler komt u in een zeer intieme plaats van iemand zijn leven. Met name zijn huis. Met name zijn slaapkamer. Dus de manier waarop u die mensen gaat bedienen en het feit dat u 24 op 24 in de omgeving bent van iemand, dat verandert die relatie onmiddellijk.
Als u in een restaurant bediend wordt door een kellner gedurende 2 uur, dan is dat totaal niet te vergelijken met de relatie dat je kan hebben met een butler. Dus wij bereiden ze voor op alle mogelijke situaties. Uw houding dient u even naartoe te kijken. Ja, u loopt te veel zo. Schouders achteruit, glimlach. En het is ook iets te houterig. Dus het mag iets spontaner. Mevrouw Braber, hoe kan ik u... Mevrouw Brabers. Braber. Opnieuw. Mevrouw Braber, mag ik u iets zeggen? Ja, zie, dat bent u al... U komt aan en zegt... Nee. Als een professionele butler bent u klaar om te zeggen wat u moet zeggen. Dat zit al in uw hoofd, in die 4 stappen dat u naar daar loopt. Dus als u naar mevrouw komt, dan doet u dat heel spontaan. He, neemt positie in. Mevrouw, wat mag ik u vandaag aanbieden? Een koffie, alsjeblieft. Zeer goed, mevrouw. Hoe neemt u uw koffie? Met melk. Fantastisch. Verder nog iets? Ja. En dat vloeit eruit. Dat toont dat u professioneel bent. Want ik heb het u gezegd, van het moment dat u toont dat er zwakte is, de gast zal dat voelen. En professionaliteit zakt. Goed, laten we dat nog een keer doen. Het is nodig om streng te zijn. Want waar ze ook terecht komen, het is nodig. En ze worden er ook voor betaald om dat te kunnen. Om zo professioneel te zijn enzovoort. Het beste wat ik kan doen is ze pushen en ze nog een beetje pushen. Tot ze soms kraken. Maar nadien zijn ze mij altijd dankbaar. We plaatsen nooit een dienblad ergens neer. Opnieuw. Let op uw houding. Schouders achteruit. Glimlach. Waar ik persoonlijk aan moet werken, dus de snelheid. En wat meer zelfvertrouwen mag ik tonen. Dus dat is wel ook een leerdoel voor mij om daaraan te werken. Stel, mevrouw Brabers komt hier voor de 2e keer deze week. Als we in onze intonatie van onze stem 1 woord een klein beetje belichten, dan zal mevrouw onmiddellijk voelen dat ze terug welkom is. Mevrouw Brabers, wat mag ik u vandaag serveren? Ik leg de nadruk op vandaag, omdat ik weet dat ze er al geweest is. Ik heb maar 8 weken om die mensen te trainen. Dat is zeer kort. Dat lijkt lang, maar dat is zeer kort. Dus ik moet op die korte tijd kunnen hen skills bijbrengen. Dat is niet makkelijk. Daarvoor heb je een strenge hand nodig, maar met het nodige respect. Mevrouw Brabers, wilt u plaatsnemen in de wagen, alstublieft? Everything here is about discipline and practice. Practice and even more practice. Even holding an umbrella has a protocol. And as a butler, you should also know that. Het lintje achteraan, ja. Positioneer mij. Zo, niet zo, maar zo. Ik open de deur. Mevrouw, goedemiddag. Voilà. En dan begint mevrouw te wandelen. En u gaat mee. Ja. Waar we vroeger eigenlijk in een soort... zeer onderdanige positie zaten in de zin van wij moeten meneer en mevrouw dankbaar zijn dat we een dak boven ons hoofd hebben, ligt dat nu helemaal anders. Ja. Opdrachtgevers gaan butlers meer en meer respecteren, omdat sommige opdrachtgevers ook merken van ja, mochten we die persoon morgen niet meer hebben, dan staan we toch wel voor een paar logistieke uitdagingen. Perfect. Mevrouw, mijn heren, we gaan even aantonen hoe we een fles champagne sabreren. Het is iets wat dat gedaan wordt op een bepaalde festiviteit, noem maar op. Maar het heeft niet zozeer een echte functie. Een fles champagne wordt natuurlijk open gedaan zoals het hoort. Wel, vooral eer ik u dat vertel, laat mij misschien nu eerst even kort de geschiedenis vertellen. Het is namelijk zo dat op het slagveld, ten tijde van Napoleon, de fles geopend werd met het zwaard om de overwinning te vieren. Ja? Maar Napoleon die had nog een andere quote en die zei altijd: als we de oorlog winnen, verdienen we champagne. Als we de oorlog verliezen, hebben we champagne nodig. Goed, wat u misschien minder weet of minder opvalt, is dat een fles champagne eigenlijk in 2 stukken aan elkaar gezet is. Ja? En wat je hier eigenlijk ziet, is een naad. Ziet u die naad? Wat we gaan doen is, we gaan 1, 2 over die naad en dan 3 gaan we door. En daarmee gaan we de fles sabreren. En zo simpel is het. En dan de legendarische vraag, wie gaat eerst? 1, 2, 3. Vanavond alles opdrinken, hè? Vincent heeft door de jaren zijn businessmodel, zijn school, zo gevormd wat cliënten moeten hebben. Het is een soort roeping, butler worden.
En je staat altijd ten dienste van mensen. Maar je moet dat ook doen vanuit je eigen identiteit. Wij zijn geen slaven, wij zijn professionele mensen die een huishoud professioneel gaan runnen. De kijker gaat een miniserie zien, wat nooit getoond is, waar nooit is toegang verleend tot rijke mensen die een deur open gedaan hebben. Dus op dat punt denk ik wel dat we geslaagd zijn om iets moois te creëren.